Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Hearts of Iron 4. Vorige aflevering hebben we dus onze Sovjet-Unie hebben Duitsland in ieder geval geslagen. En ik ga vandaag eventjes wat anders doen. Ook omdat we een beetje gevarieerd houden. Maar ik weet natuurlijk ook niet of ik dan nog terugkom op de Sovjet-Unie. Ligt er een beetje aan hoe deze in ieder geval loopt. Maar in ieder geval, ik ben dus Denemarken en dan gaan we eventjes gewoon proberen te overleven van de Duitsers. Het zal misschien een gigantisch probleem worden, maar dat zien we vanzelf wel. Ik ga in ieder geval eventjes een commander ook alvast even regelen. En dan hebben we nog staal nodig. Dus ik wil eigenlijk een gigantische fortlinie hebben. Dat lijkt me toch wel het beste. Gewoon om te beginnen even 5-5. Dan gaan we even onze Fox Tree even zetten. Interventionism, even zien wat ik het best kan krijgen. Ik denk gewoon political effort. Oké, dan zet ik alvast een game. Goed. Infanterie. Gaan we ook alvast gewoon een beetje bommenwerpers en die fighters even regelen. In de tussentijd gaan we even onze tanks regelen. Missing equipment, artillery, dat hebben we nog wel een keer nodig. Convoy. Eigenlijk kunnen we nog wat beter even niks treden, gewoon omdat we niet echt veel civilian factories hebben. En ook omdat we eigenlijk al zo'n beetje vol zitten. Dus even een beetje oppassen. In ieder geval ga ik even kijken. Kijk, Social Democrats. Laat ik dat toch maar niet doen. Oké, Liberty Ethos. Oké, we hebben ook een kleine luchtmacht. Zet er nou ook gewoon mooi bij. Dus als gaat dat dus, gaat natuurlijk ons niet gelijk aanvallen, maar de kans is natuurlijk groot. Het is natuurlijk leukst als we gewoon de allies hebben. En we hebben natuurlijk ook de non-AI focuses hebben we niet aanstaan, dus die kans is nog wel klein dat er iets groots gebeurt onderin. Nou, Ethiopië is weer kapot, zoals gewoonlijk. In ieder geval, zijn fortlinie wordt nu mooi gebouwd, dus dat is wel fijn. Kunnen wij in de tussentijd gewoon even wat dingen maken. Neutrality. Nou, volunteers, dat hoeft op zich niet. Oké, onze bommenwerpers die zijn bijna klaar en de fighters ook. Dat wil ik ook namelijk binnenkort gaan produceren. Dan moeten we even wat meer militaire factories hebben. Dus dan ga ik er alvast eventjes nou, twee op IJsland neerzetten. Now, the Spanish Civil War has happened again. Ja, medium. France and Britain announced the alliance, zoals gewoonlijk. Ik denk zelfs dat de competitie Spanje dit keer gaat winnen. Ja. Infantry, artillery, ja, infantry. Nou ja, nou. Ik zeg wel dat de communistische Spanje wint, maar
Volgens mij is het anders. Nationalisme Spanje gaat winnen. Dat hebben ze heel snel gedaan. Het is ook wel fijn dat ze nog niks bij onze border hebben staan. Ze zullen al een beetje random hebben staan, denk ik. Ik weet niet. Industrial electronics, industrial. Dat doe ik altijd, ik weet niet waarom. Laten we toch voor de zekerheid, nadat alles klaar is, gewoon een maximaal fort van koperaard maken. Onze last stand, laten we maar zeggen. Ja, last stand, we hebben natuurlijk nog wel twee gebiedjes. Oké, laten we even onze industrial effort even wat verbeteren. Dan gaan we wat nodig hebben. Light tank, mooi. Maken we gelijk de volgende van 1936. Wel fijn. Fijn dat het wel hard gaat. Oh, we hebben een nieuwe boot. En die heb ik helaas niet op die vloot gezet. Nou ja, zetten we gewoon eentje gewoon heel zielig daar. Ik denk eerder nevel. Dat lijkt me toch wel het beste. Oké, de wapens die hebben we bijna. Mooi. Ik wil wat meer military factories. Als eerste hebben. Hebben we nu al carrier fighters? Wel een lekker tijd. Niet dat we carriers hebben, maar kunnen we die toevallig maken? Nee. Dus waarom hebben we dan carrier fighters? Misschien om die carriers kapot te maken. Artillery genius. Army logistics. En we hebben altijd nog de Faroe Islands, dus... En natuurlijk dit gebied. Eigenlijk altijd best wel apart vind dat Groenland gewoon bij Denemarken hoort. Nog steeds. Armament. Nog eentje om toch nog wat... meer vliegtuigen te krijgen. Even wachten totdat we ook wat meer civiel infectors hebben om het allemaal te kunnen handelen. Laat ik jullie maar even gaan trainen. Die zijn natuurlijk wel mijn eerste divisies. Zo moeten jullie wel goed getraind zijn. Empire of Japan. Hindenburg incident. Dat betekent dus als die Hindenburg incident geweest is, dat er dan geen zeppelins meer gebruikt worden. Want Duitsland die gebruikte in de Eerste Wereldoorlog gewoon zeppelins. Las ik. Maar ja, na dat incident in New York niet meer. Oké, daar moet ik weer wachten dus.
Dat lijkt me logisch. Oké, die is ook klaar. Kingdom of Spain, dus Franco die heeft volgens mij gewonnen. Ja. Ja, Franco. Francisco Franco. Kunnen we ook olie? Niet. Waarom niet? Waarom kunnen wij geen olie? Oké, dit hoeven we eigenlijk niet meer te hebben. Of partial mobilization. Ja, daar gaat de stability wel 10% vanaf, maar dat hebben we wel nodig. Het is natuurlijk nog geen war economy, maar tot in de wind. Onze vliegtuigen die beginnen ready te zijn. Ja, het is in Noord-Duitsland eigenlijk. In principe wel, dus daar moeten we onze legertjes houden. Maar of ik deze aflevering niet ga afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef like op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.